Ja, en dan ben je nu Ajaxiet. Ja. Sla je de krant open, 's morgens denk je, oh nee toch, daar gaan we weer. Ja, was die gif beter dan niet al leeg? Nee, nee, die gifbeker is nog niet leeg, nee. En wij Feyenoorders, dat ben ik ook, wij Feyenoorders, wij weten hoe dat is. Dat die gifbeker dan nog niet leeg is. Nee, dat gaat nog even door. Ja, dat is het leuke van de gifbeker. Je weet nooit wanneer het einde daar is en wanneer je de bodem gaat zien. Nou, vrienden, ja. Zitten ze dan maandenlang te wachten, hé, hey, op die Alex Kroes. Niet maanden, ongeveer drie kwart jaar. Ah, broedroom, roffel, hij komt eraan hoor. De grote verlosser, de redder. Nou, dit gaat, nu gaat het gebeuren. Nou gaat Ajax weer helemaal mee. En ja hoor, en bingo. En weer weg met die Alex Kroes. Ja, vrienden. Ah, het zijn zware tijden. Daar voor Amsterdam. Maar ja, luister even goed. Wij Feyenoorders, wij weten daar alles van hoor. Ja. Wat dacht je van tussen 1999 en 2017? Nee. Nee, toen was het leuk bij Feyenoord. Nee, dus. Nou, hé. Ene bestuurlijke plunder naar de andere. Slechte aankopen. Geen aankopen. Slechte trainers. Noem het allemaal maar op. En dat ging maar door en dat hield niet op. Over gifbeker gesproken. Ah, nou, en nu zijn jullie aan de beurt in Amsterdam. Ja, ja. En dat zeg ik niet met heel veel plezier hoor. Want nee, ik heb ook liever dat het beter gaat met Ajax. Want ik kijk nu ook niet uit naar Feyenoord Ajax die eraan komt. Nee, interesseert me niet, want die winnen wij gewoon. Ja, maar het is wel zo. Wij hebben de uitdrukking, toen, hè, tijdens die hele lange gifbeker in Rotterdam, toen zeiden ze, was de uitdrukking altijd, Feyenoorder ben je niet voor de lol. Nee, nou, die mogen jullie even over, die mogen jullie even lenen van ons. Ja, ja, dan kunnen jullie de komende tijd, kun je dat ook tegen elkaar zeggen. Met een glimlach doe je dat dan, hè. En dan zeg je gewoon, Ajax ziet. Ben je niet voor de lol? Ja! En jongens, bij deze, van harte, jullie mogen hem gebruiken.